Met heel veel plezier ben ik vorig jaar in deze groene omgeving komen wonen. Een omgeving waar dus ook, doordat het zo groen is, heel veel maaisel is en blad. En ik woon vlak naast een middelbare school. En dat geeft eigenlijk weer wat andere grondstoffen in je blad en in je maaisel. En die wil je er van tevoren, voordat je het gaat gebruiken als bodemverbeteraar, wel heel graag uit hebben. Alle ketenpartners in het project willen natuurlijk ook een zo hoog mogelijke kwaliteit van het eindproduct. Dan wil je er ook voor zorgen dat je grondstof schoon is. Dit was bijvoorbeeld een hoekje waar in de pauzes heel vaak jongeren rondhangen. En daar hebben ze nu een ton neergezet, daar in de verte, waar al het zwerfvuil in wordt gedumpt. Sinds kort heeft de school deze ton neergezet, vlakbij het hoekje, waar nu eigenlijk iedereen zijn vuil in gooit. Maar om dat allemaal goed te laten verlopen in jouw project, wil je natuurlijk onderling afspraken maken. Om die afspraken zo volledig mogelijk te krijgen, heeft Circulair Terreinbeheer een checklist ontwikkeld. En over deze checklist gaan wij het straks hebben in onze werksessie.